een keertje met mijn moeder op een rommelmarkt. En we liepen en toen zag ik een speelgoedpiano. En toen was ik mijn moeder aan het zeuren van, ik wil die piano, ik wil die piano. Ja. Ik heb vorig jaar meegedaan aan Pianofest en ik vond dat echt een leuke ervaring, want het was aan mij in Amsterdam ook. En dus het was ook in een omgeving waar ik niet bekend ben. En plus het was voor een publiek en mijn eigen muziek ook. Ja, mijn enige tip is gewoon, doe alsof je voor de spiegel speelt. Doe gewoon waar je goed in bent. En wees gewoon jezelf en het komt vanzelf wel goed.